Gisteravond wandelde ik weer eens door het Oblasterbos. En ik was weliswaar gespitst op vogels, maar mijn ogen vielen vooral op deze insecten. En ik zie ze vanavond weer. Daar zitten ze. Op de lisdodders. Doodstil, want ze hebben hun slaapplek opgezocht. Het is avond. En het zijn lantaarntjes. Zo ongeveer de meest algemene juffersoorten in Nederland. En die juffers zijn weer familie van de libellen. Ze zijn echt heel tenger. Heel smal. Maar vergis je niet, het zijn geduchte rovers. Want krijgen ze een klein vliegje of een mugje te pakken, dan eten ze dat met haar en huid. Of beter gezegd, met huid en haar op. Ik vermoed dat dit vooral mannetjes zijn. Die mannetjes hebben een blauwe kop of een blauw borststuk, helemaal van voren. En van achter hebben ze ook een blauw segment, helemaal aan het uiteinde van de staart. En daartussen zijn ze zwart. De vrouwtjes, ja, en dat maakt het een beetje moeilijk, kunnen ook een blauwe kop hebben. Maar ze kunnen ook een roze kop hebben, of haast bruin. Met wat kleuren ertussen. Maakt het dus wat lastig. Die juffers met die blauwe kop kunnen ook net zo goed vrouwtjes zijn. Maar dit is echt een vrouwtje. Die heeft een roze bruine kop. En dat is echt een vrouwtje. Want het is een van de kleuren die de vrouwtjes kunnen hebben. Nou, ze zitten hier best in grote getalen op die lisdodders. Het is eigenlijk voor het eerst dat ze me opvielen. Nou, het is toch wel leuk om ze zo te zien. In de zomer vind ik het ook wel leuk om naar insecten te kijken. Want dan houden de vogels zich wat schuil. En dan opeens zie je insecten tevoorschijn komen. Dus vandaar vanavond de lantaarntjes.